Nederland lijkt uit de crisis te komen, maar een groot aantal bedrijven in de land- en tuinbouw verkeert nog steeds in economische problemen. LTO-voorzitter Albert-Jan Maat mist erkenning van de problemen in de troonrede. Heel veel boeren en tuinersgezinnen op dit moment moeten echt sappelen om rond te komen. De markten zitten tegen, internationale spanningen spelen daarin mee. Kortom, het is bepaald geen vet jaar om zo te noemen. En in die zin vind ik het toch jammer dat de regering in de troonrede niet erkenning geeft wat er aan het platteland aan de orde is. En ook niet aangeeft van, luister eens, de boeren knokken ervoor, we zijn de grootste exportsector. Laten we zorgen dat we meer concurrerend worden. Deze begroting heeft meer het karakter van een verdeelbegroting dan een verdienbegroting. Volgens de voorzitter was er in de troonrede weinig aandacht voor woorden als voedsel en land- en tuinbouw. Ik mis die woorden wel, zeker gezien wat de land- en tuinbouw is. We beginnen met afstand de grootste exporteur. Het tweede is, ze hebben de klimaatdoelen van 2020 al gehaald. En het derde is dat de land- en tuinbouw over 45% van de duurzame energie levert. Maar we weten inmiddels door de samenvoeging van ministeries hoe het gaat. En dat is nou exact de reden waarom LTO wil dat er na de komende verkiezingen weer een ministerie van Voedsel, Natuur en Platteland komt.